dat was weer even heel iets anders. Je hebt geluisterd naar onze tweede gast van vanavond, Vincent de Vries. En als er één ding is wat Vincent graag doet, is het spelen op kerkorgels. En hij deed dat nu op het grote orgel van de Sint-Stevenskerk in Nijmegen. Het was een beetje moeilijk om zo'n groot orgel naar de studio te halen, dat begrijp je. Vandaar dat we even naar Nijmegen zijn gegaan. En ik ben even naar boven gegaan en naast Vincent gaan zitten. Vincent, hoe is dat nou? Je bent 17 jaar. Hoe is dat nou om als klein mensje, want dat ben je al gauw denk ik als je achter zo'n groot orgel zit. Hoe is dat om dat te doen? Nou, hartstikke fijn. Ik wil niet zeggen dat ik niet graag op kleine orgels speel. Er zijn natuurlijk ook genoeg kleine orgels met een stem of 20 of zo, die ook een juweel kunnen zijn. Maar zo'n orgel als dit hier, een grote kerk, is wel indrukwekkend. Dus een tal van mogelijkheden, tientallen stemmen. Dus. Ja, is het moeilijk, een kerkorgel, vergeleken met gewoon een huisorgel? Ja, het hangt eraf. De ene speelt liever op een grote orgel en de ene zit liever op een klein kistorretje of zo. Ja. Het is net waar je van houdt. Ja. Hoe is dit orgel uit hier in Nijmegen in de Sint-Stevenskerk? Is dat een juweeltje of niet? Ja, inderdaad. Klinkt schitterend. Ja, staat echt orgel. Ja, moet je luisteren. Hoe lang doe je het zelf al, orgel spelen? Met name op zo'n groot kerkorgel? Nou, ik ben 3 jaar geleden begonnen. Ik ben om mijn 4e jaar ben ik met pianoles begonnen. Ik heb eerst van moederles gekregen. Om mijn 10e jaar ben ik naar de conservatorium gegaan. Daarvoor heb ik van mijn vrouw les gehad. Daarna ben ik naar de conservatorium gegaan om 10e jaar. Dat ik een beurs kreeg, zodat ik alleen pianoles en orgelles op conservatorium heb. En gewoon mijn opleiding op een haven kan volgen. Ja. Speel je piano en orgel? Ja, ik heb piano en orgelles. En ik speel dus sinds 3 jaar orgel. En sinds 2 jaar speel ik geen concerten dus. Je bent eigenlijk een beetje overgestapt van piano naar orgel, als ik het goed begrijp. Ja, toen ik naar piano speelde, gingen we vaak een concert en zo. Om zelf nou achter de oren te gaan kruipen, zou ik niet zitten. Maar 3 jaar geleden sloeg het ineens helemaal om en toen was ik helemaal verknocht op de orgel. Wat wil je daar later mee gaan doen? Nou, ik wil er wel een beroep van maken. Ik word regelmatig uitgenodigd en zo, dus gaat allemaal lekker. Ja. Je hebt het denk ik heel druk. Je zit op school. Op school heb je orgel- en pianoles. Heb je nog tijd voor hobby's? Hobby's, ja. Ik vis graag. Op zee. Ik woon dus in Scheveningen, dus het is een paar minuten lopen naar het strand en naar de haven. Dus een stapje macht op een boot en dan ben je 4 uur weer thuis, dus dat doe ik al vaak. Fietsen, racefietsen dan, de duin of zo doe ik graag. In de zomer wel zeilen en zo, dat. Maar voor de rest niet veel, nee. Ik heb toch niet zoveel tijd. Nee. Wat doe je nou het allerliefst? Piano, orgel? Nou, de laatste jaar toch wel orgel, ja. Ja, dat. Nou, moet je luisteren. Je gaat nog een werk voor ons spelen. Ja. Dat is de Mars Heroïek. Een soort heldenmars. Ja. Vertel eens, hoe zit dat? Nou, de naam zegt het, is een echte mars. Een virtuoos stuk, echt heldhaftig. Het begint dus ook echt pontificaal. En in het tussendeel speel ik eerst uitkomend op het rugwerk met de quint 3. En daarna, als tweede keer de melodie terugkomt, speel ik het met de trompet. En daarna dan krijgen we weer de mars. Ja. Nou, volle werk toe.